Ik ben Jenna Hop en ik werk hier in het brandwondencentrum van Rotterdam. En ik doe onderzoek voor de drie Nederlandse brandwondencentra. Dus voor Groningen, Beverwijk en Rotterdam, waar ik het meeste aanwezig ben. Ik ben arts en ik word uiteindelijk plastisch chirurg. Wij doen onderzoek naar een apparaat en dat is een laser Doppler imager. En dat is een apparaat dat we gebruiken bij de diagnose van de diepte van brandwonden. Je krijgt een foto van een brandwond. En die kan drie kleuren hebben, blauw, rood of geel. En dat zegt wat over hoe lang de brandwond nodig heeft om te genezen. Op het oog is het vaak best wel lastig om te zien hoe diep een brandwond nou precies is. We hebben wel een aantal aanwijzingen ervoor. Maar bij de meeste brandwonden is het niet zo heel eenvoudig om te zeggen hoe diep die precies is. Dus dit is een hulpmiddel daarvoor. Maar je voelt er niks van, hè? Nee. Ik hoop dat met het diagnosticum, dus het laser Doppler imaging apparaat, dat we inderdaad efficiënter kunnen behandelen en dat de patiënt minder lang in het ziekenhuis hoeft te verblijven. En we weten dat de duur van het ziekenhuisverblijf vaak de grootste kostenpost is. Dus dat onderzoek ik. Ik wil weten of een betere diagnose bijdraagt aan een betere behandeling voor de patiënt. Wat denk ik de voordelen van laser Doppler imaging kunnen zijn, is dat de patiënt sneller duidelijkheid krijgt over het verloop van zijn brandwonden, hoe het gaat genezen. De arts is ermee geholpen, wat hij op het oog ziet, dat hij een betere diagnose kan stellen met behulp van de laser Doppler imager. En uiteindelijk, als een patiënt efficiënter behandeld kan worden, dat wil zeggen misschien wel eerder ontslagen kan worden uit het ziekenhuis, zal het ook kosten schelen. Dus dat zijn denk ik de drie belangrijkste punten. Oké, dat was dat. Ik wil nog één plaatje maken. Als je nog volhoudt van de achterkant. Wat bijvoorbeeld heel belangrijk is om mijn onderzoeken te kunnen analyseren, is een bepaald computerprogramma, SPSS. Het programma is duur en dus niet overal beschikbaar. En dat geldt ook voor ons ziekenhuis. Het programma kost €6.000 en daar komen nog jaarlijkse kosten bij.